Nou, welkom in het klushuis van de familie Staalman van de Werf. Nou, welkom in het klushuis van de familie Staalman van de Werf. Kerstboom, die is leeg, maar ik moet nog wat het een en het ander doen. Daar ligt Beauty, hier ligt Lady en Loffie, weet ik niet waar ze ligt. Maar Roderick is bezig met een stoel. Lekker eventjes op zijn handen kijken. Gezellig op zijn handen kijken. Onderste lat beneden. De smalste blad bedoel ik. Neer, gewoon op de grond. Ja, waarom niet? Nou, daar is ze gewoon mee bezig. Allebei het zelf doen. Mag ik even een tip geven? Draai eerst deze nog even een beetje vast. Anders gaat hij helemaal van hot naar her. Ben je er blij mee? Kaas, even hard aan het werk voor mij. Dat is handig. Altijd even vragen, dan komt er hulp. Is dat sterker in de vingers, toch? Ja, mooi. Ja. Even lekker schroefjes vastdraaien. Wat is het, schroefjes? Ja, schroefjes. Ja, schroeven. Geen bouten, geen moeren. Nee. Vind je het leuk, klussen? Heker wel. Oké, okay. Zag ik nog een leuk klusje voor je? Welke? Die andere, ja, dat is prima.
eerste stuk het makkelijkste. Nee, dat valt aan mij. En dan wordt het wat zwaarder. Ik deed het vroeger anders. Met draaien nog helemaal erin, voordat je eerst de andere doet? Ja. Oké. Okay. Omdat je nu die al vast hebt, die heb je al vast en daar heb je hem al vast. Dus ja, oké. Okay. Kijk, en heb je dat nog niet, ja, dan is het gewoon goed om eerst eventjes een deel over een beetje in te doen. En dan vast draaien? En dan vast draaien, ja. Oké, okay, maar hier maakt het niet uit. Nee. Maar het maakt ook niet uit als je eerst een deel vast doet en dan... Nee, het is maar net tenminste drie keer een schroefje en dan verder de rest vast draaien. Dat kan geen kwaad. Nee. Want het zit toch al op een plek, zeg maar. Dus als je wat hebt wat een beetje onregelmatig is, zeg maar. Dan is het wel aanbevolen om eerst een stukje te draaien, dan een stukje, stukje, stukje. En dan weer bij schroef 1 beginnen. Weer een stuk verder draaien. Tot het er tegenaan zit. En dan als dat allemaal tegenaan zit, dan doe je nog even de laatste slag, zet het vast. Zoals jij nu al met die hele twee andere schroeven hebt gedaan in zijn geheel. Deze, die is dus gewoon eigenlijk gewoon een toepje dragen, maar het is weekend, dus dan is het anders. Veel te warm, hoor. Ja. En met links ben ik helemaal niet zo krachtig als met rechts. Mm-hmm. En heb je nou een zonnetje nog? Nee, nou je erin zetten. Oké, zo. Roderick heeft gevraagd of ik hem wil gaan filmen. Want Roderick die heeft een tactiek bedacht om sneller de stoel in elkaar te krijgen. Snel? Oké, ik heb zo gedaan klaar liggen. Ik heb alvast de verpakking geopend. Het is een stoel voor. En Lady, die ligt erbij en die kijkt ernaar. Even kijken. Nou, dan gaan we heel even naar Roderick toe. Even kijken wat hij doet met alles. Kijken of het compleet is. Even kijken of alles compleet is. Even op Roos' handen kijken. 4, 5, 6, 3. 6 en 2 is 14. Hier heb je er ook 4 van zo te zien. 3 en 2. En hier 4 van. Kijk, dat is mooi. Zet je compleet. Denk ik toch. Dat scheelt. Oké. Okay. Mooi. Mag ik zitten? Jij mag zitten. Mooi, hoe ga jij dan te werk? Nee, ik kan toch beter staan, dan heb ik wat beter in beeld. Nee, nog een stuk erin. Kijk, simpel. Dit is misschien ook wel voor degenen die erg handig erin zijn. Dat is hier vanmorgen. En rugleiding. Even kijken. 3-3-3. Ik word dus zo te zitten. Ja. Ik kijk alleen even hoe het in elkaar zit. Dat is het enige. Ik
al die dingen erin, maakt het mij maakt het niks. En je mag wel wat vertellen hoor, aan de kijkers. Al die is dingen leuk. Erin. En wat voor dingen? Vluchtjes, weet ik het. Duveltjes. Duveltjes? Ja. En de dood. Nee, gewoon, zo heten die dingen, duveltjes. Als je naar de gamma toe gaat, of wat dan ook, of nog naar de praxis, en je vraagt om duveltjes, moeten ze het weten wat het is. En anders is het geen goede winkel. Waarom ze het duveltjes hebben genoemd, weet ik ook niet, maar... Nee, ik ook. Want de eerste keer waren wij ruim 20 minuten bezig, hè, met zo'n stoel, hè? Ja, we zijn een uur al. Met een mini tafel waren wij bezig. Ja. Maar je mag het wel uitleggen voor de mensen die het nog niet weten, trouwens. Ja, wat is dat voor houten plankje? Het is waarschijnlijk een voorplankje. Dat komt hier te zitten. Meteen. Dus even duveltjes, zoals je het plachten noemen. Ja, duveltjes. En wat is die plank achter jou? Dit is de zitting. Oké. Okay. Pak ze zo. De zitting. Duveltje. Dit nog erin, dat is handig. Nou, proberen ze goed mogelijk aan te sluiten op het hout. En wat zijn dat voor dingen? Laat eens zien. Ik weet niet wat voor dingen het zijn. Dat soort steuntjes. Dat zijn inderdaad steuntjes, net zoals voor in je la of in je kast. Oh. Maar waarvoor gebruik je ze die? Daar komt dus die leuning of die zitting op te leggen. En dan komt dit erop. En dan is het vast over. Ah, oké. Okay. Denk ik toch. Meestal handig is vast over. Dus ligt het zo los, hè? Is die handig? Niet. Knikken. En de laatste. Klussen met Roderick. Nummer 1, achterkant. Zorg dat ik naar boven ga. Dat is mooi. Dan leg ik hier neer. Nee. Waarom duw je ze daarin, als ik vragen mag? Zijn ze al twee verder in. En waarom duw je ze zo makkelijk en erin dan? Er zitten al gaten in, dus dat is makkelijk. Oh, zit er al gaten in? Dat is in de kaas. Andere hand is het meteen bovenop. Beetje goed mikken. Rood, weer zo. Zo. Zocht erin. Als ik je weer moet helpen, moet je zeggen. Ja, zo meteen. Moet ik ze nu al gelijk voor je doen? Ja, dat mag. Oké, dan kom ik eraan. En dan kan jij de telefoon overnemen. Moet wel even mijn snoertje eruit zien te halen. Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Hallo? Ja, ik ben uit. Ho, kijk uit voor mijn camera. Hij staat nog aan. Ja, u weet. Ja. Nou moet ik weer gaan... Riemand. Nou moet ik weer gaan zoeken van waar gaat het fout. Waar gaat het fout? Wat handig, toch? Zoeken. Zoek, dan ga je zelf vinden. Ja. Zoek.
Die zit er mooi in. Dat is fijn. Bezig hier. Ja, deze is even lastig hier. En daar. Daar, achter je hoofd, ligt de kleine te slapen. De nieuwe. Zo, dat is die. Ik ga me even draaien, anders kom ik daar niet bij. Nee, dat is helemaal goed. Klussen met Roderick en met Karin. Leuk. Ja, maar als ze die dingetjes zo kort gemaakt hebben, dan kun je er nog kracht op zetten. Het gaat wel, maar moeilijker. Ja, ik vind het met twee schermen van hoog. Tuurlijk. Even, zometeen geen armen meer, dus we nemen zo even pauze. Dat denk goed. Ik zo. Dat is helemaal goed. Denk ik. Helemaal goed. Denk ik, zeg ik, hè? Dat is helemaal goed. Als jij pauze speelt, moet je dat vooral doen. Die zit ook. Nou, deze twee. Als ik even over moet nemen, moet je het zeggen. Ja, weet ik.
Zo. Netjes. Oh, een stuk mooi. Kijk. Okay. Zo, dat was ook mijn fout. Die heb ik weer gehad. Die leg ik alvast daar neer. Zo. Je weet nou hoe ik het deed, hè? Ik heb er zekerheid nog even aangedaan. Ja, want dat zie je. Kijk, nee, dat zie je hier. Het is mooi. Ik kan ook niet strakker trekken. Die zit goed. Roderick is weer van de perfectionistisch. Ik ook wel, maar ik had geen kracht meer in mijn handen. En in mijn... Halve millimeter. Volgens mij die ook niet zo heel erg. Dat zeg ik. Klein beetje. Ja, maar dat zeg ik. Ik kreeg hier ook tintelingen hier. Nee, in mijn ellebogen. Dus dan moet ik gaan stoppen. Hier. Moet ik weer even gaatjes maken voor je? Ja, het rare van deze stoel. Hier zit een millimeter verschil in. Aan de andere kant. Ja, heel veel. Ja. Terwijl die hier netjes aansluit. Ja. Dus je kan hem niet meer. Hou jij weer vast? Ik ga hem weer vast. Dan ga ik even voor jou prepareren. Dan ga ik even lekker op je vingers kijken. Zo. Kun je nou alsjeblieft aan deze kant staan? Tuurlijk. En dan kan ik even iets beter. Even iets meer. Mijn rug, hè? Mm-hmm. Nou, vind ik niet leuk. Nou, en ik schroef nou dus en de zittingsplaat vast. Aan de hele frame zelf. Ik ga verruilen qua schroefdraaier, want dan vind ik even iets fijner deze. Ja, dat is goed. Ja, en je moet werken waarmee je het fijnste vindt, hè? Zo. En de laatste. En de laatste, maar not but at least, weet ik veel. Last but not least. Hoe zei je dat? Last but not least. Oké, last but not. Ja, ik ken het net, spreek je. Last. Ik, ja, last. But. Not. Least. Least, ja. Nou, dat mag ik wel eens een keertje gaan opschrijven, want ik wil dat iedere keer eens een keertje zeggen in die vlog, maar ik ga niet te volgen. Zo. 1, 2, 3. Proef zetten? Nee. Ik weet het wel. Maar jij mag wel proef zitten. Yes, zou jij proef zitten. Krak! Nou, hij zit. Mooi! Helemaal goed. Binnen 20 minuten stoel in de kamer zetten. Hey, nou, dit was weer even klussen met Roderick en Karin. Ja, Karin en Roderick.
met de twee stoelen van IKEA. Maar jullie hebben één stoel helemaal gezien. Dus vond je deze nou weer leuk? Klussen met Roderick Karin, Karin met Roderick. Zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, laat een leuke reactie achter. Doe het belletje aan, want blijf je zeker op de hoogte. Dan zouden we zeggen, dank jullie wel en tot de volgende keer weer. Hoi!